De brand bij Klep BV in Etten-Leur begon op het voorterrein waar in plastic gewikkelde rollen paardenhooi lagen. Het vuur sloeg snel over op het bedrijfspand. Daar lagen verpakkingsmateriaal voor groente en fruit, pellets en houtwol opgeslagen. Stuk voor stuk brandbaar materiaal. Eerder dit weekend waren de brandweerlieden al druk in de weer in Zevenbergen. Daar stond het bedrijfsverzamelgebouw aan de Hazeldonkse Zandweg in Lichterlaaien. Uiteindelijk is er opgeschaald naar zeer grote brand, omdat de brandweer het pand niet naar binnen kon gaan vanwege veiligheidsredenen. Dus ja, we moesten wachten tot die uitslaand kon worden om hem goed te kunnen bestrijden. Nou, er staan zo'n 2 hoogwerkers hier, 4 tankauto's, spuitwagens en nog 2 wagens voor het watertransport. Dus in totaal zijn er zo'n 40 brandweerlieden hier actief. Nou, op dit moment is de brand zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde goed ingepakt. Dus we denken niet dat hij nog verder gaat uitbreiden. We hebben aan de omwonenden hier in de buurt gevraagd om de ramen en deuren te sluiten. Want er kwam toch wel een flinke rookontwikkeling hier bij deze brand. Komt mede doordat er op die eerste verdieping van het brandende pand een repro bedrijfje zit. Waar ook gestickerd wordt. Er lag veel folie en dat veroorzaakt ook die zwarte rook. Nou, op de begane grond zit een naaiatelier. Ook dat moet als verloren worden beschouwd. Voor de directeur van het repro bedrijf is de brand een flinke domper. Ja, het is gewoon bijzonder triest. Ook bij personeel, als je dat ziet zaterdagavond, die is dan te huilen. Gewoon omdat het ook voor hun een tweede huis is. En ook hun gewoon, ja, ik vind het gewoon triest om te zien van hun ook gewoon buiten mijn emotionele dingen. Maar gewoon, ja, het is gewoon zonde. Het is gewoon eeuwig zonde zelfs. Dus. Behalve emotioneel is de brand financieel ook een strop. Zoals je ziet is het hele bedrijf weg. We hadden 3 voelkolommachines staan en printers staan. Voor mijn bedrijf schat ik het tussen de 300.000 en de 400.000 euro sowieso. Omdat we ook met folies en alles maken hebben. Dus, Ondanks de brand gaat Van Ginkel niet bij de pakken neerzitten. Nou ja, we zijn vanaf zondag al bezig om gelijk weer een nieuwe locatie te vinden. Met de verzekeringen om de tafel zitten. Om doorstaat. Ik heb lopende contracten en lopende klussen die je gewoon af wil maken. En waarmee wil verder gaan. De trimlijn is al 28 jaar mijn leven en mijn lust. Dus ik wil het ook nu zo snel mogelijk weer doorzetten. En gelukkig mijn personeel ook. Dus we gaan er keihard aan werken de komende week. Over de oorzaak van de brand tast de politie en brandweer nog in het duister.